Goed, dames en heren. Even een officieel moment. Zoals altijd in de geschiedenis van Leiden Culinair. En zeker dit jaar. We bestaan 30 jaar. Dat kan u niet ontgaan zijn op een of andere manier. En we zijn ook ontzettend trots dat we het weer kunnen organiseren. Want ik weet niet of u vannacht naar buiten hebt gekeken. Ik denk het wel. U bent er waarschijnlijk wakker van geworden. Maar nog geen 12 uur geleden brak de hel los. En nou ja, dat was eigenlijk letterlijk ook hier het geval. Bestuurslid van ons was vanochtend om 6:15 al hier aanwezig om zeg maar de schade op te nemen en te repareren. Dat is allemaal gelukt, gelukkig. U merkt daar dus helemaal niks van. Maar vanmiddag om 1:00 was het nog één hele grote chaos hier zo met regen en gedoe. En hartstikke leuk. Maar uiteindelijk zijn we blij dat we het kunnen organiseren en dat we nu kunnen starten. We hebben de burgemeester zo vriendelijk gekregen om te openen. En we gaan dat met een ludieke wijze doen, samen met Robert. We gaan fietsen. Ik geef graag het woord even aan degene die u dat officieel wil gaan vertellen. En dat is onze burgemeester van Leiden, de heer Henri Lenferink. Ja, hartelijk dank, dames en heren. Wij hebben wel wat met eten in Leiden. We houden van haring, we houden van brood, we houden van hutspot. Niet waar, allemaal? Allemaal geweldig gek op. Maar vandaag en de komende dagen zoeken we het meer op niveau. De haute cuisine, daar gaat het hier om. We gaan voor de lekkere hapjes. Zo'n 14 restauranthouders zijn hier aanwezig. En ze maken met elkaar zo'n 100 fantastisch lekkere hapjes. En die gaan we allemaal proberen deze dagen. Althans, we hebben de gelegenheid om ze allemaal naar binnen te werken. En dat is heel erg mooi. Als je 29 keer hebt geoefend, dan moet natuurlijk de 30ste keer wel subliem zijn. En dat is deze keer, want we hebben een heel erg mooi programma. Niet alleen met die restauranthouders, we hebben ook het reuzenrad, wat we zojuist al even geïntroduceerd hebben. Daar kunt u, als het een beetje mee zit, ook nog eten. En dan heb je echt haute cuisine, als je daar bovenin zit. En dat zoeken we allemaal, want dat is heel erg leuk, denk ik, met elkaar. We hebben ook live muziek. Hoort erbij bij dit soort evenementen en dat is heel erg prettig. Dus ik hoop dat u, net als alle andere bezoekers, er ontzettend veel van geniet. Zodat we Leiden Culinair nog heel lang als prachtig evenement in onze stad zullen hebben. Dames en heren, allemaal even een applausje voor onze organisatoren. En dames en heren, ik heb begrepen dat reuzenrad heeft één probleem. Er is niet genoeg energie om dat ding in beweging te krijgen. En dat gaan wij nu oplossen door op deze dingen plaats te nemen. En met een beetje extra trappen krijgen we dat ding wel in beweging. Dus als jullie even ons allen geestelijk bijstand verlenen, dan komen wij daar denk ik een heel eind mee. We zijn allemaal geoefende fietsers. Het heeft maar één nadeel, we komen niet vooruit. Maar dat is ook de bedoeling, want alle energie moet niet in de snelheid zitten, die moet in het reuzenrad zitten. En daar gaat het naartoe, dus als u allemaal even enthousiast meedoet, dan komen we daar een heel eind. Nogmaals, heel veel plezier de komende dagen. We hebben ongeveer 3 minuutjes nodig om dat gigantische ding draaiende te krijgen. We beginnen natuurlijk even met een warming-up. Onze spieren, het is al redelijk warm, maar onze spieren moeten nog even voorzien worden van extra bloed. Oké, stop maar. Dit wordt hem niet, hè? We gaan het tempo wat omhoog gooien. We gaan proberen dit ding in 1 minuut met volle power, met een beetje klimmen erbij, gaan starten. Let op, je gaat eerst op mij draaien. Zwaarder, dan zet je je hand op het bovenste gedeelte van je stuur. En dan kom je staan in je klim. Dus kom maar staan. Go on, met z'n allen. Mag je muziek misschien ietsjes harder? Dan zijn we iets meer power nodig. Juist, kom op. Blijf staan. Thank you.
mensen, dank jullie wel. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.